Er is een ware mirrorless full-frame revolutie gaande op dit moment. En aan Sony, Nikon en Canon is het nu de beurt aan Panasonic om zich te gaan mengen in de strijd met de S1 en de S1R. Een half jaar geleden op de Fotokina werden door Panasonic twee nieuwe camera's aangekondigd. De S1 en de S1R. En wij waren erbij. Nou, we zijn dus op de Fotokina en we zijn net bij de persconferentie geweest van Panasonic. Eindelijk gaan we dus naar full frame mirrorless. We gaan kijken naar de nieuwe Lumix S-series. Met de S1 en de S1R doet Panasonic zijn intrede in de full frame mirrorless wereld. Opvallend is wel dat beide camera's er op het eerste oog compleet hetzelfde uitzien. En toch is de S1R bijna 50% duurder. Hoe kan dat? Nou, voor jou zetten we in deze video beide camera's eens goed naast elkaar. Laten we beginnen bij de bodies. Want wat gelijk opvalt is dat de bodies echt groot zijn. Ze zijn ook zwaar, ongeveer 1 kilogram. En beide bodies zijn zo goed als identiek. Ze zijn daarmee groter dan de Sony A7 serie en de Nikon Z serie. Oké, de bodies zijn dus identiek. Wat is er dan naast het formaat nog meer te vertellen? Nou, bijvoorbeeld dat de camera komt met de L-mount. Niet alleen Leica gaat lenzen maken voor deze camera, maar ook Sigma. En uiteraard komt Panasonic zelf met deze release ook met 3 nieuwe lenzen. Daarnaast lijkt de camera vooral op de G9 van Panasonic. Alleen is de camera dus groter en heeft hij een rond kijkgat voor de viewfinder. Een OLED viewfinder die trouwens van hele hoge kwaliteit is. Een ander opvallend punt aan beide bodies is het mooie grote LCD-scherm. Wel opvallend is dat hij niet helemaal naar achteren toe kantelt. Dat is enigszins jammer, maar hij is wel heel stevig en dat is ook wel wat waard. Beide camera's komen met 2 kaartsloten en daarvan is er 1 SD-UHS-2 en 1 XQD. En XQD-kaarten, dat zijn niet de goedkoopste, maar je haalt er wel schrijfsnelheden mee van 400 MB per seconde. En dat is indrukwekkend. De knoppen op de camera's zijn dus zo goed als identiek. Er zijn wel wat noemenswaardige knoppen. Zo hebben we bijvoorbeeld een dedicated knop om snel te kunnen switchen tussen focusmodi. We hebben een speciaal pookje om het focuspunt snel te kunnen verleggen. Een aantal verschillende custom knoppen. En het wiel waarmee je schakelt tussen shooting modes is nu geplaatst onder het programma keuzewiel. Oké, het mag nu wel duidelijk zijn dat het ontwerp van beide camera's nagenoeg hetzelfde is. Is er dan nog iets waar je ze nog wel in kunt onderscheiden? Ja, het rode R'tje. Het eerste grote verschil wat we zien tussen de beide camera's is als we de sensor gaan bekijken. Beide camera's hebben een 35 mm sensor, alleen de resolutie daarvan verschilt. Even goed om te weten is dat Panasonic heel duidelijk wil maken dat zij met de S1R de full frame mirrorless camera hebben met de meeste megapixels. En dat is theoretisch ook volledig juist. Even om voor de goede orde. De S1 heeft 24,2 megapixel en de S1R komt met 47,3 megapixel. En van dat laatste model betekent dat dus dat hij 2,3 megapixel meer heeft dan de Z7 van Nikon en 5 megapixel meer dan de A7 III van Sony. Maar in hoeverre merk je dat verschil nou echt in de praktijk? Een ander groot verschil zit hem in ISO-bereik. De S1 heeft een maximaal ISO-bereik van 51.200 en dat kan worden uitgebreid tot 204.800. De S1R daarentegen heeft een maximaal ISO-bereik van 25.600 en dat kan weer worden uitgebreid tot 51.200. Nou, laten we dat eens eventjes testen. De sensor in beide camera's is gestabiliseerd, wat inhoudt dat de sensor kan compenseren voor kleine bewegingen die jij maakt terwijl je de camera in je handen houdt. Daarnaast is er zelfs een nieuwe functie aan toegevoegd, de status scope. En dat moet je zien als een visualisatie op je scherm
waarbij jij kunt zien hoe stabiel jij de camera in je handen houdt. Het is een beetje een soort van klein spelletje. Met al die nieuwe functionaliteiten op het gebied van stabilisatie is er zelfs ook iets nieuws mogelijk. Op de S1 en S1R heb je nu de High Resolution modus. Nou, wat daarbij gebeurt is dat de sensor verschillende opnames maakt vanaf verschillende punten. En die combineert hij tot een opname die een 4 keer hogere resolutie heeft dan de standaardresolutie. We hebben er eentje voor je gemaakt. Ondanks dat de S1R een hogere resolutie heeft, is de snelheid van beide camera's gelijk. Ze kunnen foto's maken tot 9 frames per seconde en bij autofocus continu tot 6 frames per seconde. De buffer is wel verschillend en dat heeft natuurlijk ook te maken met die hogere resolutie van de S1R. Die kan namelijk tot 40 RAW-bestanden opslaan en tot 50 JPEGs. De S1 daarentegen kan tot 90 RAW-bestanden opslaan en oneindig veel JPEGs. Dan moeten we het natuurlijk ook wel even hebben over autofocus. Er zit niet echt een verschil tussen de autofocus van de S1 of de S1R, maar het is absoluut een punt dat we moeten benoemen. Hoe goed is de autofocus en werkt die makkelijk en intuïtief? Nou, heel leuk is dat er op de camera's een nieuw pookje zit waarmee je het scherpstelpunt heel snel kunt verleggen. En door het draaiwiel op de achterkant van de body kun je dan dat scherpstelpunt ook nog heel snel vergroten of verkleinen, zodat je veel sneller het juiste onderwerp in focus krijgt. De autofocus werkt snel en ook in de videomodus heb je bepaalde functionaliteiten waarmee je onderwerp vrij gemakkelijk kunt volgen. Er zijn misschien autofocus systemen die net even wat sneller of beter werken, maar echt niet slecht. Zeg je Panasonic, dan kun je de topic video absoluut niet onbesproken laten. Met de GH4, de GH5 en de GH5S heeft Panasonic aangetoond dat ze bij de ontwikkeling van hun camera's de videomaker echt in het achterhoofd houden. Hoe zit dat bij deze nieuwe mirrorless modellen? Je kijkt nu naar beelden van de S1R 4K op 25 frames per seconde, maar beide camera's, de S1 en de S1R, kunnen dus filmen op 4K 50 frames per seconde en 150 MB per seconde. En dat is helemaal nieuw voor full frame mirrorless camera's. De S1 heeft op 25 frames per seconde geen crop, maar wel een APS-C crop op 50 frames per seconde. De S1R daarentegen heeft wel een crop op 4K, maar slechts 1,1 keer. Waarom? Nou ja, de S1R heeft gewoon veel meer megapixels. Beide camera's hebben daarnaast ook nog eens een heerlijke slow-mo modus in 1080p op 180 frames per seconde. Er wordt in deze high frame rate modus geen audio opgenomen, want de beelden zijn al vertraagd opgenomen. Bij beide camera's heb je te maken met een opnamelimiet, alleen enkel in 4K. Bij de S1 heb je te maken met een opnamelimiet enkel op 50 frames per seconde in 4K. Bij de S1R heb je te maken met een opnamelimiet op 25 en 50 frames per seconde op 4K. Bij beide camera's heb je trouwens ook te maken met een opnamelimiet als je gebruik maakt van de slow motion modus. Bij een nieuw ontwerp hoort natuurlijk ook een nieuwe batterij. Zoals je ziet, een stuk groter dan de batterij van bijvoorbeeld de GH5. Je zou er op de S1 ongeveer 400 foto's mee kunnen maken en op de S1R 380 foto's. Maar volgens Panasonic zou je dat moeten kunnen verdubbelen door de speciale Power Save Mode. Nou, wij hebben er nu een dagje mee gefotografeerd en gefilmd en de batterij is nog maar 1 streepje leeg. Dus niet slecht. Tijd voor de conclusie. De S1 en de S1R zijn werkelijk beesten van camera's. Niet alleen in formaat en gewicht, maar ook daadwerkelijk in prestaties. Beide camera's bieden op zowel foto- als videogebied legio mogelijkheden en hoge kwaliteit. Het grote verschil tussen beide modellen zit hem dan ook in de resolutie. Koop je de S1R, dan koop je de camera met de meeste megapixels. En daar betaal je voor. In deze video hebben we geprobeerd de camera's echt naast elkaar te zetten, om je te laten zien wat de verschillen tussen beide modellen zijn. In een tweede video willen we graag de camera's afzonderlijk op hun eigen kwaliteit gaan beoordelen. Houd dus ook die video in de gaten. En ik zou voor nu willen zeggen bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En dan zien we jou in de volgende video.